Ja, wel mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is wedstrijddag nummer 6. 246. En ja man, we hebben net wedstrijdbespreking gehad. En we gaan nu even koffie drinken met Roy. Want ik heb dorst, ik heb nog geen koffie gehad. Kijk, Dennis daar. Hoi, joh, joh. Hoe is Dennis? Goed. Ja? Hey Dennis, luister dan. Ja. Ik vind het goed dat je er bent, hè. Maar Quinten staat wisselman, joh, zo. Oh, kijk mijn neus. Kijk, het hagelt keihard, maar wij zijn de echte die-hards. Kijk, die twee teams daar en daar, die gaan zich schuilen onder de dugout. Maar die boys van ons gaan gewoon strijden in de hagel, nog met de paar strafvorm bezig. Lekker daar. Ik kom net op de club. Het is echt koud. We hebben dadelijk een wedstrijd tegen Emos. Maar kijk, Martin die heeft wat van me meegenomen. Hè? Ja, ja. Een muts. En waarom, want, Martin? Omdat je bij de laatste vlog had je geen eigen muts bij je. Dus ik denk, nou, dan heb ik maar één mee voor oor. Lekker man. En zo naar Martin, mensen. Ja, Martin, ja, ja, ja. Kijk, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon gelijk ook even metaalketen erin gooien. Kijk, dit is niet gepland. Maar als ik ook een muts krijg, mag ik hem best wel even promoten. Metaalketen, Martin. Dankjewel, man. Alsjeblieft. Kijk, Hans is er ook. Hey, hoor. Hoe is het, Hans? Ja, bedoel goed. Bedoel je deze? Alles ligt alweer klaar, hè? Bedoel je deze, jongen? Klopt, hij is ook onzinloos. Straks de wedstrijd tegen Emos. Is mijn oude club trouwens. Ik heb er 15 jaar gevoetbald. Dus ik vind het wel tof dat we even tegen voetballen vandaag. Zeg nog op jouw niveau, toch? Lekker, Roy. Ik ben er zelf begonnen met training geven zelfs. Ik heb daar mijn TC3 gehaald en later ben ik spakt met TC2. Dus wel tof dat ik vandaag tegen Emos ga voetballen. Daar afgelopen. Emos staat voor... Eén dracht maakt ons sterk. Oogdag 11 mafjes op zak. Dat zeiden we vroeger ook altijd. Ja. Maar goed, we hebben de afgelopen 6 weken maar 3 wedstrijden gespeeld. De afgelopen 7 weken. Hè. De overige 11 in onze competitie die hebben echt al. Nou, die spelen vandaag hun laatste wedstrijd of ene laatste wedstrijd. We hebben er nog maar 6 gehad. Dat is al december inmiddels. Maar goed, we gaan er lekker tegenaan. Hé, hey, kijk, Onder doet ook met ons mee vandaag. Goed om te zien, man. Hallo jongens. Hallo Onder. Leuk dat je er bent. Kom Hendrik nog? Ik heb geen flauw idee of Hendrik komt. Even, we hebben echt een goede. Emos staat trouwens laatste met 1 punt. Dus wij moeten even een, ik moet even een goede bespreking doen. Want anders weet ik al hoe het straks gaat. Gaan ze eenmaal lopen te klooien. En dat moet niet. Ik zeg dat zo. Tjo. Hans wil even een oproep doen. Ik ga 2 dikke dekens. En ik heb er nu nog maar 1. Rara, waar is die tweede? Dus degene die dat gestolen heeft, wilt die zich alsjeblieft melden? Ja. Graag bij terreinmedewerker Hans. Goeie wedstrijd. Succes. Jesse, goeie wedstrijd. En je was gewoon bekend, hè? Van de week ook al een heel stuk in de krant, vriend. Lekker hoor. Jesse, keeper, 1-1. Hey, goeie wedstrijd, man. Succes, jongen. Ja, Jammer! Goeie bal, maar. Stap door! 202! De tweede helft gaat beginnen, het staat nog 0-0. Nou, ik moet zeggen, we spelen bijna de hele tijd op de helft van de tegenstander. Maar we creëren bijna geen kansen, dus Emos scoorde nog bijna de 1-0. Gelukkig redt Martijn ons nog, maar ja, we zijn wel een stuk beter, maar we moeten gewoon even afmaken. Alleen tegenstander die verdedigt met 11 man, dus het is moeilijk doorheen te komen. Dus we gaan zien wat de tweede helft ons brengt. Tjo. Ja, maar goed! Ja wel mensen, het is donderdag. In plaats van op het veld gaan we lekker speedsoccer met de boys.
Het is koud, het regent. Dus we hebben gewoon lekker even speedsoccer geregeld voor vandaag. En vier afmeldingen dacht ik. Dus we zijn met 12. Kijk, en ze zijn al voorbereid. Kijk, Tim, onze halve manke. Tim heeft zaterdag gewoon gescoord. Kijk op de stoel weer kijken. Kijk, wacht even. Brian, hat-trick, hè? Ja, 3 assists. Wat heb je met die bal gedaan dan? Ja, die mag ik niet meenemen, van. Jongens, eerlijk, Brian heeft gewoon 3 keer gescoord. We hebben tegen Eemos 6-0 gewonnen. Eerste helft nog 0-0. Ja, tweede helft goed afgemaakt. Tegen Rood-Zwart trouwens ook met 3-1 gewonnen. Oké, Koen doet ook even stoer. Hij heeft ook 3 assists gegeven. Hij stond wissel, want hij was te laat. Van door Donnie. Donnie. Rechte schuld. Hij is hier nu ook nog niet. Maar gewoon, ik zei toch dat ik wat strenger zou worden. Koen was 2 minuten te laat en gelijk op het bankje. Maar hij kwam de tweede helft in en gelijk acties, 3 assists. Maar kijk, dit was de man of the match. Dit was de man of the match, Brian. Tim, omschrijf je goal eens, man. Ik sta normaal centraal. Ik stond op de penalty stip en ik schoot hem erin. Welke kruising dan? Links. Lekker, man. Ja, toch. Schoenen bedoel ik. Ga niet zo blij doen, jongen. Donair, Giro, 555 van schoenen van Dekler. Alsjeblieft, help hem. Of niet Dek? Help me aan die patta. Die aanname was wel gek, hoor. Zullen we weer even herhalen? Zullen we aanname herhalen? Herhalen aanname van Niels. Rustig met dat tik, met dat hakje. Lekker, hoor. Oké, jongens, kom er even bij. Dan verdelen we even de teams. Murad daar is in de building. Jongens, kijk, dit is Murad. Ik zal je voorstellen. Hallo, Murad. Leuk dat je er bent, Murad. Hey, Murad gaat even met ons meedoen. Ik wil 1 ding over Murad zeggen, jongens. Mijn vlogs met Boef, Moula B, Giuseppe en alles, heeft deze jongen geregeld van Routi. S.O. naar Murad. Deze komt er sowieso in, Murad, hè. Dan weet je dat. Hey, maar kun je wel een beetje voetballen, kerel? Kun je gaan eens zien? Ik denk, ze maken je kapot. Denk je wel. De buurt van Murad Doeldaar, Sportclub Enschede A1. We gaan het zien. Strijder. Goeie bal, Murad. Jongens, eerlijk. Brian, 3 goals zaterdag tegen Eemos, hoor. Hij heeft gewoon in zijn eentje gewoon Eemos kapot gemaakt. Of niet, Brian? Ja, zeker. Lekker, hè? Ja. Heb je die bal al ingelezen of niet? Of heb je die bal al ingelezen? Ja. Als ik heb er 2 ga, dan. We zijn maar een amateurclub, jongens. Sorry. Ben je checked in? Ja, checked in dan. Murad, ze dagen je uit, hè? Geen respect met mijn ouder. Wat? Nee. Oeh, jammer. Murad is iedereen gewoon aan het blesseren, maar dit is goed, wat is een beetje hard van. Want die jongens kunnen nergens tegen, iedereen loopt gelijk te huilen, of niet, Mart? Hey, Mart. Bij een tikje lopen ze altijd huilen, hè? Is goed dat Murad lekker fanatiek is, of niet? Ja. Dat dacht ik niet. Hey, Mart, ga je onderkant.